Dag iedereen, ik ben Loïc en ik maak video's over koken en lekker eten hier in mijn studio. Een oud café dat ik een beetje aan het oplappen ben. En zoals je ziet, is het nog altijd kerstsfeer. Merci om er weer bij te zijn. In mijn vorige video maakte ik mijn 4 favoriete kersthapjes. En vandaag is het tijd voor het voorgerecht. Als voorgerecht maak ik een soep van gambas met huisgemaakte raviolis van gambas. Klinkt misschien moeilijk, maar is eigenlijk heel gemakkelijk en vooral snel te maken. En ik ga beginnen met de soep. De gambas pellen en die schelletjes die hou ik bij omdat ik die ga gebruiken voor de soep. En het is ook belangrijk om het darmkanaal van de gambas te verwijderen, want dat is gewoon niet lekker. En dat doe je door een inkeping op de rug te doen en dan met een scherp mesje dat darmkanaal eruit te halen. Voor de soep begin ik met grof gesneden shallot, selder en look even aan te stoven in wat olijfolie. De gambaschelletjes mogen er dan bij en dan alles even laten aanbakken om daarna op smaak te brengen met een lepeltje tomatenpuree, een takje tijm en een bladje laurier. Ik ga deze nu ook al een klein beetje kruiden met peper en zout en niet te veel. Het is beter om in het begin wat minder te doen, zodat je op het einde nog kunt afkruiden. Stel dat je het hebt overkruid, dan kun je het niet meer terug. Deze mag allemaal enkele minuten goed aanbakken op een middelhoog vuur. En nu het plezantste, maar ook wel een beetje gevaarlijk. Flamberen. En ik gebruik hier cognac, maar je mocht ook bijvoorbeeld een beetje whisky gebruiken, maar cognac is wel echt het lekkerste. Onderzetten met water en een half uurtje laten sudderen op een laag vuur. Pastadeeg is super makkelijk te maken. Het basisrecept is 100 gram bloem voor 1 ei. 200 gram bloem, 2 eitjes, 300 gram bloem, 3 eitjes. Je snapt het wel. En ik gebruik hier 100 gram bloem, ongeveer 1 eitje. En ik voeg daar nog graag een likje olijfolie en een klein beetje zout aan toe. Mengen en kneden totdat je een homogeen en zacht deeg verkrijgt. En om ervoor te zorgen dat het deeg niet uitdroogt, ga ik het even wikkelen in wat aluminiumfolie of plasticfolie. En het pastadeeg mag nu een half uurtje rusten in de koelkast. Voor de vulling van de raviolis begin ik met bieslook en basilicum heel fijn te versnijden, als ook de gambas. Dat moet echt een papje worden, daar mogen wel wat stukjes in voor wat textuur. En dan is het nu tijd om ze even te branden. Dat gaat iets meer smaak geven. En moest je niet zo een bunsenbrander hebben, mocht je deze stap gewoon overslagen. De gehakte gambas toevoegen aan de verse kruiden en dan op smaak brengen met peperzout en chili flakes. En wederom mengen tot een homogene massa die ik vanaf nu de gambamix zal noemen. Het deegbolletje heeft kunnen rusten en nu is het tijd om het uit te rollen tot ongeveer 3-4 mm dikte. En ik gebruik een klein beetje bloem gewoon om ervoor te zorgen dat het deeg natuurlijk niet plakt. Als je een pastamachine hebt, is het nu de moment om het te gebruiken. Maar als je er geen hebt, geen probleem, want ik ga de goede oude deegrol gebruiken. Daarna cirkels uitsteken van ongeveer 10-12 cm diameter. En eens dat ze uitgestoken zijn, nog even uitrollen zodat het deeg mooi dun is. Hierna plaats ik een kleine eetlepel gambamix in het midden van het deeg. En ik ga de zijkanten van de ravioli een klein beetje bevochtigen, zodat ze mooi toe blijven plakken. En daarvoor gebruik ik wat gambasoep gewoon omdat dat hier op het fornuis ligt. Als alle raviolis goed gesloten zijn, kook ik ze 2 à 3 minuten in kokend en gezouten water. De soep zeven en eventueel op smaak brengen met nog wat peper en zout. En weet je wat ik daar ook nog heel lekker bij vind? Een klein beetje room. Maar als je dat liever niet hebt, moet dat natuurlijk niet. De raviolis in een bord, hete soep erover. Afwerken met wat blaadjes basilicum en bieslook. Nog wat zalmeitjes dat ik in overschot heb van de hapjes. En een likje olijfolie. Ik ben met mijn stomme kop de diepe borden thuis vergeten. Daarom dat ik het in een plat bord heb geserveerd. Maar je snapt het wel, het moet normaal in een diep kommetje zijn. De soep is lekker van smaak, de raviolis zijn goed compact gebleven en niet ontploft in het water, dus dat is keigoed. Rest er mij nog alleen maar te proeven, dag te zeggen en indien dat je op YouTube kijkt, like, subscribe en klik op dat belletje hierboven zodat je op de hoogte bent van wanneer dat er nieuwe filmpjes online komen. Als je op Facebook kijkt, tag al uw vrienden om ze gelukkige eindejaarsfeesten te wensen en deel het met heel uw familie. En dan zie ik jullie heel graag in de volgende video waar we het hoofdgerecht maken. Salutjes.